Deze week op de rollenbank een speciaaltje uit Italië, een Punto Abarth. Sander, wat maakt hem speciaal? Nou, deze Abarth heeft 180 pk. En dat is een speciale uitvoering. Hier zijn namelijk wereldwijd 199 van gemaakt. En daarom wil ik hem wel graag hebben. Waar komt hij oorspronkelijk vandaan? Want het kenteken is niet origineel, hè? Nee, klopt. Hij is Luxemburg, Duitsland en Italië is al voorbij gekomen, zeg maar. En oorspronkelijk komt hij uit Italië. Oké, daar is hij nieuw geleverd ooit. Ja. Hey, en 180 pk, denk je dat hij erin zit? Nou, ik denk het al. Het zit er nog wel in, denk ik. Ja, dat gaat wel goed komen. Ja, Gijsbert, zo'n Punto, je hebt zelfs boodschappenautootje, maar dus ook al met 180 pk. Maar het is zelfs nog feestelijker, hè? Ja, het is een rappe jongen. Hij zit tegen de 200 dan. Dus hij doet het bovenmatig goed. Hij doet ook wel erg veel koppel. Dus uitgesproken vermoeden is dat er misschien wel een vorige eigenaar al wat is bezig geweest om te kijken of er nog meer uit het Abarthje te halen was. Ja, maar de motor is een 1.4 turbo en dus 200 pk is wel erg veel, hè? Ja, dat is al wel echt serieus aan het worden. Maar met de moderne motoren zie je eigenlijk die tendens natuurlijk steeds meer. Dat als je neemt de Mercedes A45 met zijn 2 liter en bijna 400 pk, ja, dat is natuurlijk best gek aan het worden. Er ontstaat een nieuwe norm. Er is een nieuwe trend. Sander, je auto is uit 2012. Hoeveel eigenaren heeft hij al gehad? Als het goed is heeft hij 6 eigenaren gehad. Ben ik de 6e eigenaar. En weet je of er iemand tussen heeft gezeten die hem heeft getuned? Dat weet ik niet, maar de vermoedens zijn groot, ja. Ja, inmiddels wel, ja, als je 200 pk bijna meet. Ja, had ik zeker niet verwacht. Maar ik wist wel dat 180 sowieso in zou zitten. Ja, dat is goed nieuws. Ben je nog dingen met je auto van plan? Nee, eigenlijk niet. Gewoon goed onderhouden, dat vind ik belangrijk. En verder niks meer aan doen.